vind. Ja, maar wel een goede eerste minuut in het FC Groningen shirt vandaag hier in Zwolle. Ja, mooi. Ik denk mijn laatste wedstrijd was in Marbella met Feyenoord. Dus het is lekker om weer even minuten te maken. Hey, ik wou net zeggen, even bewennen zeker een minuut te maken. Ja, het is gewoon even erin komen, maar het ging goed. Dus. En dan in de kou en in de sneeuw ook nog. Ja, vooral de tweede helft werd het kouder. Oh, ja. Ja, wat een binnenkomer ook voor jou. De eerste minuten in het shirt van FC Groningen en je scoort direct 2 keer. Ja, ik denk vooral in de counter waren we gevaarlijk. Twee mooie doelpunten, de 1-1. Ja, want Zwolle had de eerste helft veel beter, veel meer balbezit dan jullie, maar ook de betere ploeg. En de eerste de beste aanval van jullie. En je schiet hem direct binnen. Echt een Ellen Koury goal. Naar binnen komen en rechts uithalen en in de korte hoek. Ja, ik denk dat Zwolle meer de bal had, maar wij stonden verdedigend, stonden wij sterk. Dat is ook de bedoeling. En in de counter waren wij gevaarlijk, omdat zij ook ruimtes daarachter vrij lieten. En zoals je zegt, counter, twee acties, doelpunt. Ik wou zeggen, maar de tweede was bijna identiek als de eerste goal eigenlijk, hè? Ja, een beetje hetzelfde doelpunt, alleen de andere. De ene ga ik binnendoor, schiet ik met rechts, en de andere maak ik een actie buitenom en schiet ik met links. Dit zijn echt typische Mo Ellen Koury acties? Ja, ik denk het wel. Ja, dit mag het publiek ook een beetje van jou verwachten in Groningen? Ja, ik denk het wel. Ja. Wat kun je nog meer brengen? Ik denk dat ik vandaag verdedigend ook in plaats van met mijn mannetje kan staan. En vandaag meer in de voeten, denk ik. Maar ik kan ook in de diepte dreigend zijn. Dus, ja. Ik wil net zeggen, maar er ging heel veel dreiging uit jouw spel. En dat is belangrijk voor jou, in dreigingen zijn. Ja, zeker. Dat is ook mijn type spel. Ik probeer gewoon dreigend te zijn en kansen te creëren voor het team. En, dat is vandaag wel gelukt. Wat ik ook zo leuk vind aan jouw spel, je legt ook lekker de risico's in je spel. Ja, soms mooie risico's nemen. Want, niet altijd, maar soms kan het wel. Ja, lekker vanaf de vleugels naar binnen komen, maar je kunt ook lekker buitenom komen, nee, met een goede voorzet. Ja, binnendoor of buitenom. Maakt me niet zoveel uit. Als ik maar mijn mannetje passeer, dan als rendement maar belangrijk is. En deze lijn die je vandaag hebt gedaan, voortzetten? Ja, zeker. Dat doe ik zeker. En snelle minuten maken in het eerste. Ja, dat doe ik wel. Succes, jongen.